Een complete multimedia systeem. Dat laat zich bedienen door middel van de iconen. Maar het laat zich ook bedienen door middel van je stem. Dat werkt weer super handig. Navigeer naar Leusden. Zuiderinslag. inslag Noemt u mij meer zoekbegrip in de verkiezing regelnummer. De routegeleiding wordt gestart. Dat zit. Je kunt het navigatiesysteem natuurlijk ook bedienen tijdens het rijden. En dan wil je niet op al die knopjes hoeven drukken, dan wil je dat intuïtief doen. Je drukt op zoeken. Vervolgens is het onderste scherm een schrijfplateau geworden. En we hebben Leusden. Hoe makkelijk kan het zijn? Je kunt de Audi e thuis laden of op het werk. Maar je komt ook in situaties terecht waarbij je de auto moet laden aan een openbaar laadpunt. Daar hebben ze bij Audi iets moois op bedacht. In het navigatiesysteem ga je naar zoeken... En dan zie je hem meer HPC, DC, AC. AC is wisselstroom. DC is gelijkstroom. Dat zijn zeg maar, de snelladers hè, die je nogal eens langs de snelweg tegenkomt. En HPC is high power charging. Druk ik daarop, dan krijg je alle laadpunten die heel sterk zijn, heel krachtig zijn. Kijk, En allemaal in de buurt. Dus je drukt erop en de auto navigeert je naar dat punt. Maar het kan zijn dat je niet zo'n snel laadpunt wil hebben, maar een iets minder snel laadpunt. Kijk, dan ga je naar AC laden. En allemaal, ja, we staan nu bij POM. We hebben ze heel veel laadpunten, dus 100 meter hier vandaan Dat vinden we een hele rij. Dit is zo handig! Niks zoeken op je kaartjes of appjes, gewoon in het navigatiesysteem drukken. En de auto rijdt er naartoe.